Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd beginnen. Hè, met heel veel druk naar voren. Heel veel pressing. Terwijl Lommel toch altijd een combinerende ploeg is. Ik denk dat ze heel veel tot lange ballen gedwongen werden. Ik denk dat we de eerste kwartier twee goede kansen krijgen. Hè, met Leo daarna nog wel een scrimmage fase. Maar ja, dan eerst de beste omschakelmoment hebben we prijs. Hè, dus daar geven we het net iets te makkelijk weg. En dan zijn we het even kwijt. Denk ik dat we 5 à 10 minuten even kwijt zijn. En dan worden we misschien toch wel net gered door een onweer. Dan kun je de kopjes even bijeenzetten. Even bijeensteken. Toch een aantal kleine puntjes aangeven. Kijk goed, we proberen wat meer vooruit te spelen. Want die ruimte lag er zeker wel. Ja, nu de jongens dan uit de kleedkamer komen. En dat op 10, 15 minuten helemaal omdraaien. Dat was gewoon top. Vooral de drive, vooral de wil, de druk naar voren. Ja, dan heb je een heel ander gegeven als je de tweede keer de kleedkamer binnenkomt. Dan is het kwestie van goed dat eerste kwartier door te komen. Dat hebben we gedaan. Ik vond ons heel goed beginnen aan de tweede helft. Echt van het balbezit. Die echte grote kansen bleven achterwege. Ik denk dat we nog wel 2, 3 goede omschakelmomenten hebben gehad waar je dan niet scoort. Komen goed weg, nog met 1 stilstaande fase op de paal. Want dan, als die binnengaat, dan heb je terug een moeilijkere wedstrijd. Ik vond dat we sinds Beveren wat een beetje kritiek hebben gekregen. Dat het misschien iets minder spectaculair was. We hebben thuis tegen de belofte van Standaar gepakt de punt op Virto. Na toch 4 uur in de bus zitten. En kwamen toch wel wat vragen van minder spectaculair. Ik denk dat we vandaag weer geantwoord hebben als groep. Gevochten voor elke mozel grond. Toch weer een team getoond. Oké, Lommel heeft veel individuele kwaliteiten. Ik denk dat wij een heel goed team hebben. En dan zie je, als je als team presteert, de ene die werkt voor elkaar. En dan heb je ook alleen maar uitblinkers. Terwijl we dat toch als team gedaan hebben. Ja, absoluut. Hè. Ik denk het allerbelangrijkste voor ons is vandaag dat je de 7e plaats 7 punten achter je zet. Die eerste plaats is nu even bonus. Langs de andere kant staan we nu al, denk ik, 3, 4 weken in totaal al op 1 gestaan. Vooral heel leuk dat je volgende week weer een topmatch hebt. Maar alles ligt zo dicht bij 1 dat het volgende week weer heel anders kan zijn. Weekje van genieten. Hopelijk snel terug herstellen. En dan deze topmatch beter aanpakken dan in Beveren. Alsjeblieft. Ja, ik heb het voor het profiel van Daan Vekemans. Hè. Dus zijn beste positie is rond Leo. Daar rendeert hij het beste. Ja, alleen is hij nog nooit echt 100% fit geweest. Dus ook na Racing Mechelen heeft hij op training daar dan weer op diezelfde plaats toch weer een klein tikje gehad. Wat hem toch niet 100% meer maakte. En iedereen moet 100% zijn om te kunnen spelen. Zo simpel is het. Maar ik vind het wel weer leuk voor hem. De werkkracht dat hij koppelt aan de goede loopacties. Ja, dat brengt ons heel wat bij. Was vandaag weer een interessante combinatie. Ja. Alsjeblieft.